De rol van de man in het voorkomen van huiselijk geweld tegen de vrouw. Wanneer er gesproken wordt over gender, is het bij velen nog niet duidelijk dat het onder andere gaat om hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar verhouden. Een van de oorzaken van huiselijk geweld tegen vrouwen is de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Voor het benaderen van dit vraagstuk is het dus van belang dat niet alleen de vrouw, maar ook de man wordt betrokken. Het in grotere mate betrekken van mannen in de strijd om huiselijk geweld tegen de vrouw te elimineren of tegen te gaan, zal moeten bijdragen of resulteren dat mannen deel worden van de oplossing wanneer ze zich hiervan bewust worden en zijn. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.